We zijn hier vandaag op de opening van het Jeff-festival en wij zijn de ambassadeurs. Dus we komen vandaag het festival, ja, op de startknop duwen eigenlijk. Hè? Ik ben 30 jaar, dus misschien zo juist op de grens, ja, om deze nog te mogen doen. Dus daar wil ik echt nog graag even ambassadeur van zijn. Ja. Ja, maar ja, leeftijd zegt niks, hè? Nee, leeftijd speelt echt geen rol. Iedereen is hier welkom, maar het is wel gewoon gefocust op de jongeren natuurlijk. Wat gaan we allemaal te zien krijgen? Heel veel films. Er is ook een XL Media Lab. Er is van alles te doen voor iedereen. En ook heel veel films van Vlaamse bodem. Dus dat is heel fijn, ja. We gaan vandaag Titina zien. Dat is onze belangrijkste première. Heel goede stemacteurs. Ik denk dan aan Pieter en de Pape, Herbert Vlak bijvoorbeeld zit erin. Het is een waar gebeurd verhaal. Dus ja. Het is heel leerrijk allemaal. Heel plezant. Voilà, dat vind ik vooral heel tof. Dat het een waar gebeurd verhaal is. Want met die hond en zo, dat pakt me al gelijk echt aan mijn hart. Het Jeff-festival is eigenlijk door heel Vlaanderen. Dus wat ik persoonlijk ga doen, is met mijn zoon zeker eens passeren. En hem hopelijk warm krijgen voor de Belgische cinema. Dit is eigenlijk de eerste editie dat het terug gewoon à volonté mag, zonder die mondmaskers. Dus ik denk gewoon de jongeren en de kinderen cinema laten beleven op een heel fijne manier. Ja, het gaat veel verder dan die film. Het is een ontmoetingsplaats inderdaad. Het gaat er vooral over om je te laten ontwikkelen. Je hebt dan dat Media Lab bijvoorbeeld, daar kunnen ze workshops doen. Dus het stopt niet bij de film. Nee. Dus het is iets veel groter. Wat is er leuk aan dat Jeff-festival? Ja, het is echt wel de bedoeling dat als kids en jongeren daar naartoe gaan, dat die naar buiten komen en denken van wauw, ik heb hier echt iets aan gehad. Ik heb er echt iets van geleerd en dat ga ik meenemen voor in de toekomst. En dat je op een of andere manier inderdaad een beetje ontwikkelt. En dat is wel de bedoeling van het festival. Ja, en dat volwassenen misschien terug een klein beetje kind kunnen zijn. Dat zou echt een max zijn. Jullie moeten het goede voorbeeld geven, hè? Ja, voilà, inderdaad. We zijn ermee bezig. Ja. Cine.